Peter Gillies is ervan overtuigd dat SBS 6 hem niet over twee weken zal ontslaan, ondanks geruchten die de ronde doen. De reality ster vertrouwt op de toezeggingen van John de Mol, die volgens hem zeer stellig is in zijn steun. Ondertussen groeien de speculaties dat John de Mol op zoek is naar een gegronde reden om Gillies te ontslaan zonder gezichtsverlies, met verwijzing naar het feit dat Johnny de Mol ondanks een onderzoek gewoon op de zender mocht blijven. Jan Dijkgraaf biograaf van de Meilandjes, suggereert dat het boek van Peters ex-geliefde Nicole Kremers de aanleiding kan zijn voor zijn ontslag. Hij vermoedt zelfs dat Talpa Massa is kassa half november van de buis zal halen vanwege dat boek. Maar Peter zelf deelt die zorgen niet. Volgens hem heeft John de Mol duidelijk gemaakt dat zolang hij niet veroordeeld is, hij gewoon door kan gaan. Peter lijkt echter wel enigszins nerveus over het boek van Nicole en heeft een kort geding aangespannen om inzage te krijgen in de inhoud ervan. Hij benadrukt het belang van voorpublicatie inzagen om ervoor te zorgen dat er geen onwaarheden in het boek staan.